We hebben net de bootcamp gedaan. Dat was hartstikke leuk. Eerste instantie vroeg opgestaan, een beetje weinig geslapen. Ik dacht van, oh jee, ga ik het wel halen met weinig energie de hele dag. Maar toen ik eenmaal begon met de bootcamp, begon ik toch een beetje energie te krijgen. En ik heb heel veel zin in deze dag, dus heeft me veel energie gegeven. Today is the final day of the CEO for 1 month program. And I'm very proud to welcome you all. I would like to invite you today to make a positive difference. And let me finish by wishing you all good luck. Mijn eerste indruk is echt overweldigend. Ik was vanochtend bij de opening en ik werd echt weggeblazen door de mensen die daar stonden. Ze zijn fantastisch, superleuk, heel aardig, enorm divers en zeer inspirerend. Yoast case went very well. We had a lot of information about Yoast, also the Adecco group and freelancers. So I think we leveraged that very well. We could deliver a very good presentation, so I'm very proud of my team. We all had a very lovely conversation with Melvin. I know that all the candidates were extremely excited about their conversation that they had with the CEO. He's very supportive. He gives you tips, he gives you advice. So he has been an amazing person and I think he's a great leader. Ik heb rond kunnen kijken. Het zijn allemaal hele goede kandidaten met goede kwaliteiten. En ik heb ze ook meegegeven, het gaat vandaag niet om winnen. Het gaat eigenlijk om dat je zelf beter leert kennen. Dat je connecties maakt met mensen en dat je zover eigenlijk al bent gekomen is al een winst. En dat het daar eigenlijk vooral om gaat. Maar het natuurlijk blijft spannend, wie wordt vandaag mijn opvolger. Dus ik ben benieuwd. My pitch went really nice in my opinion, but time will tell, of course. And I felt like I really put myself out there and showed what it is that I'm about. Ik heb het gevoel dat mijn pitch wel redelijk goed ging. Ik was mezelf. Ik heb mijn verhaal naar buiten kunnen brengen zoals ik wilde. Dus ja, je weet natuurlijk niet wat ze zoeken, maar voor mijn gevoel was het goed. The winner of the CEO for 1 month campaign 2019, Hajar.